Maatschappijlid 2, Tim en Jongeren. Hoofdstuk 7, bindingen. Wat is een binding eigenlijk? Een binding of bindingen zijn de manieren waarop je verbonden bent met andere mensen. We kennen 4 soorten bindingen. Gevoelsbindingen. Hierbij moet je denken aan vriendschap, steun en liefde. Gevoelsbindingen kunnen heel lang duren. De band bijvoorbeeld met je familie, die heb je waarschijnlijk voor je leven. Economische bindingen is alles wat te maken heeft met levensonderhoud. Dus eigenlijk alles wat je koopt, gebruikt en of bezit. Dus bijvoorbeeld je boodschappen bij de supermarkt. Kennisbindingen. Alles wat we leren in het leven noemen we kennisbindingen. Die krijg je via ouders, verzorgen, vrienden, familie en ook natuurlijk school. Politieke bindingen is eigenlijk alles wat de overheid doet om burgers te beschermen en om te zorgen dat alles goed gaat in een samenleving. Bij dat beschermen moet je denken dat de overheid ervoor zorgt dat er goede wegen zijn, dat er goed onderwijs is, dat er goede gezondheidszorg is enzovoort. Maar ook dat de overheid controleert of je je wel aan de regels houdt. Het dagelijks leven is natuurlijk meestal een combinatie van al deze bindingen. Wanneer je als groep mensen het gevoel hebt dat je bij elkaar hoort, noemen we dat sociale cohesie. En dan ontstaat er dus een wij-gevoel. Maar wat dat wij-gevoel nou eigenlijk is, dat verandert voortdurend. Daarom houden we steeds rekening met elkaars normen, waarden en belangen. Alleen dan ontstaat er een echte samenleving.